Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt weer naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgments. Dit keer gaat het om de reeks halve. Zo. Dit keer gaat het om de reeks halve finale battles die we dus hebben gehad. En zoals je net al hoorde, ik ben met de juryleden Tim Beumers, Foe, Excellent en Kimo. En de battle waar we het nu over gaan hebben is Aholo versus Jigoslav. En ik ben heel benieuwd wat Excellent daarvan vond. Ja, je kijkt niet blij. Ze sloegen allebei de plank mis, man. Okay. Ik heb ze allebei een betere vorm gezien, helaas. En wat kijk, we hadden vandaag op dag dat een aantal MC's gewoon hun beste performance ever hebben neergezet. Een aantal gewoon. Mm-hmm. En hun hebben allebei juist hun mindere dingen neergezet vandaag, helaas. Jigoslav had een paar events. En voor mij zijn eerste tweede performance dat hij had gebed was gewoon echt fucking dood. Het was echt zo van, hey, yo, dit is nieuw, dit heb ik nog niet gezien. Snap je? Maar ja, dat, ik weet niet. Wat kwam er niet uit vandaag helaas, man. Misschien slechte voorbereiding, I don't know, ik weet niet wat het is. Maar ja, het was niet zijn beste shit in ieder geval. En Aholo vond ik de vorige bij zijn trial nog beter dan vandaag. Oké, okay, je voelde het echt totaal niet gewoon? Niet totaal, niet is misschien een groot woord, maar het kwam, het zat veel meer in voor allebei, man. Het kwam niet op gang. Het, ja. Wat ontbrak er volgens jou? Wat zou er nog, zeg maar, bij hadden moeten kunnen komen? Ik weet niet, misschien allebei wat beter voorbereid of zo, man. Okay. Ik denk dat gewoon. Want ze kunnen het allebei beter, weet je. Dus ja, ze hebben al laten zien dat het kunnen, toch? Dus gewoon, whatever je toen deed om het op een hoger niveau te brengen, doe dat dan weer, weet je. Okay. Vandaag kwam het er gewoon allebei niet uit in ieder geval, in mijn opinie. Okay. Weet je, het was een van de battles waar het allemaal een beetje inkakte, in het algemeen. Mm. Mensen gingen jointjes draaien achterin en gingen naar buiten. En dat, is nooit goed. Ging even naar het toilet. En don't do drugs, kids. Kimo, ben je het dan mee eens? Was het voor jou niet te doen? Ik vond het ook een wat zwakkere battle en ja, ik heb wel wat lijns gehoord van beide kanten hoor. Aholo die had eentje van je moeder is zo laat ik beffen met een slabbetje. Ja, die was ook. Dat soort dingen vind jij natuurlijk ja. Weer. Hij kan het wel, snap je het, maar ja. Ik heb iets aan slabber beffen. Ja, het zou een ding kunnen. Een goed scrabblewoord. Ja. Hij had wat Hugo lines die wel grappig waren. En hij zei als enige MC heb je Kingspin niet onder controle waardoor je jezelf onderscheidt. Dat was nice. Ik vond Jigoslav nice beginnen. Ik ben sowieso wel fan van zijn stijl. Het is een hele aparte stijl. Mijn neus is zo groot, pas maar op, ik nies je dood. Het zijn dingen, hoe hij het brengt. Als iemand anders dat misschien zou zeggen, zou ik het weer niet grappig vinden ofzo. Ja, maar hij weet dat te brengen. Dus de combinatie met zijn kop. Wat ik alleen jammer vond is dat hij begon gewoon de eerste ronde wel lekker. En bij hem zwakte het daarna gewoon af. Hmm. En dat vond ik jammer. Ik vond al met al niet een aantal beste. Tim, wat is jouw mening over deze twee boys? Hun zijn helemaal niet, ik kan zeggen niet tevreden. Tim probeert rustig te tekenen. Jij bent ook niet tevreden of meer tevreden? Nee. Niet ik vond, tevreden? Nee. Ik vond Aholo, die zei op een gegeven moment wat ik wel leuk vond, die zei je ziet eruit als een automonteur met de verkeerde sleutels. Dat was wel leuk. Wat ik heel leuk vond, wat het totaal niet landde bij het publiek, maar wat ik echt knap vond, hij deed Jigoslav na. Dat leek echt op twee druppels water gewoon. Hij deed zijn stemgeluid na en hij deed zeg maar zijn accent na en zijn flow en zijn bars. Maar niemand vond het grappig. Ik zat boven ik vond het fucking grappig, weet je. Ik vond dat hij het goed deed, maar dat einde... Ja, het was niet grappig. Er kwam geen punch. Er was geen einde conclusie. Het einde was geen meer verder. Ik vond dat was al gemiste kans. Ja, want hij deed het echt goed. Ja, klopt. En alleen hij begon wel raar. Hij begon een soort van... Hij stelde zichzelf voor en het leek natuurlijk... Nee, heel raar. Alsof hij zijn stem even kwijt was. En er kwam heel raar geluid uit hem of zo. Okay. En zijn delivery was ook heel... Maar hij zei ook nadat, hij zegt, ik was opeens heel erg zenuwachtig. Hij zegt, ik heb hier nou twee keer gestaan. Ja, Aholo zijn er aan de hand. Dus ik vroeg aan hem, wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, ik was opeens heel zenuwachtig. Hij zegt, van de delivery, ik draaide helemaal naar binnen. En dat zie je ook in de battle. Het kwam er gewoon niet echt uit. Dat bedoel ik dus waarschijnlijk. Ja, en Jigoslav. Voor mij, het nieuwe is er gewoon een beetje af. Okay. Dat is een soort van, hij deed dat. En het is een soort van, het is iedere keer iets minder. En zeg maar, het Jigoslav zijn, wat hij heeft, daar ben je nu aan gewend. Jigoslav zijn. Ja, nee, maar hij is Jigoslav, maar dat is hij nu al 3 of 4 events. Dus daar ben je gewoon aan gewend geraakt. En als je performance dan... Het is een soort van... Hij heeft hetzelfde als wat Giant heeft. Giant zegt iets super randoms
En daar moet je dan om lachen. Mm. Ook, maar alleen omdat hij dat op die manier kan zeggen. Dat heeft Gigoslav ook. Alleen Giant werd steeds beter met de dingen die hij zei. En Gigoslav werd gewoon steeds iets minder. Dat je denkt van, maar waar ligt het dan? Dan ik heb geen idee, man. Ik heb echt niet. Waar ligt het dan? Ik heb geen idee. Maar heb je dan zoiets van, ik heb na twee rondes voor Gigoslav? Ik heb na twee rondes had ik pas opgeschreven, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Dat heb ik al gezegd. Ik dacht van, ik weet niet, er waren niet echt quotables en het deed me er gewoon niet zo. Het kan ook gewoon een gebrek aan inspiratie zijn, man. Ja, dat kan ook. Ja, dat je tegen een tegenstander. Ja, soms krijg je een tegenstander en die inspireert je gewoon niet zoveel. Ja, oké. Dat kan ook. Dat kan ook. We kunnen het heel moeilijk maken, maar het kan ook gewoon een gebrek aan inspiratie zijn. Ja, of je had gewoon even niet zo'n zin. Dat kan ook. Kan ook. Maar er was iets wat hij niet was, gewoon, zeg maar. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Ik vind Gigoslav er geen seconde minder aardig om of zo. Nog steeds een tophozer. Veel miste je ook dat dingetje in deze battle? De X-factor? Ja, ik sluit me volledig aan bij wat er gezegd is. X-factor. Al gezegd is, ik miste eigenlijk het taalplaatje of zo. Kijk, vooral bij Gigoslav had ik van, zijn stijl is op zich niet. Zijn stijl is super apart en daardoor maakt het best wel interessant. Maar wat er uitkwam, het matchte niet met zijn stijl of het matchte totaal niet met een battle überhaupt. Ik vond het gewoon, hij had twee leuke bars. Eentje had hij je catfish jezelf. En wat is de zwakte van Superman? Die van hem zijn koekjes ofzo. Toen ging iedereen nog wel een beetje los, maar voor de rest, in de derde ronde stammelde hij ook en kon niemand zijn aandacht erbij houden. Wat ik zeg van, dit was gewoon een inkakmoment. En bij Aholo, die probeerde het wel, maar waarschijnlijk wat Tim net verklaarde van dat hij zenuwachtig raakte. Dat merkte hij vooral. Het sloeg gewoon alles wat hij zei. Er zaten best wel leuke dingen tussen, maar het sloeg gewoon niet aan. En dat sloeg ook op hem aan, waardoor hij nog minder ging presteren naarmate de battle vorderde. Wat er wel was bij Aholo, volgens mij had hij een choke ingestudeerd. Of het was een echte choke, maar op een gegeven moment kwam Chopper de ring in. Maar die choke, als hij is ingestudeerd, het duurde zo lang dat iedereen ook al dacht van hij is gechoked en het is klaar. Toen moest hij zichzelf weer herpakken. En als hij het zo heeft voorbereid, dan zou ik de volgende keer aanraden om dat minder lang te doen, dat moment. Want iedereen raakt de focus gewoon kwijt. Dus want we zien dat vaker, ingestudeerde chokes. Ik wil hierbij ook gewoon zeggen van, done met dat, klaar. Laat die ingestudeerde choke shit, we hebben het al 16 keer gezien dit seizoen. Leave it alone, is nu gewoon played out. Zonde. Klaar, laat dat nu gewoon. Gewoon niet meer choken. Want hij kwam van choken en de mensen die choken worden onderbroken. En toen kwam hij van best wel. Dat had hij gehoopt. Nee, maar maar hij hoopte zeg maar dus dat Gigoslav die lijn zou zeggen. Zodat hij kon zeggen van dat is je beste bar ooit. Dat Gigoslav het nooit zei, dacht Chopper van laat mij het even voor zeggen. Want anders komt zijn shit maar niet. Maar uiteindelijk komen we dadelijk bij het tellen op 10 seconden. En dan is je ronde gewoon voorbij. Ja, want dat was het. Er werd geteld en Chopper stapte inderdaad. Ik zet 5 euro op deze theorie. Ja, top. Ja, lekker bezig. Ja. Maar in ieder geval geen ingestudeerde chokes meer, man. Ja, gewoon. In die shit played out gewoon. Niet meer doen. Laat dat. Laat dat gewoon. Oké, duidelijk. Nou, ik denk dat we dit discussie ook moeten laten en door moeten gaan naar de cijfers bespreken. En omdat Kimo heel lief naar mij lacht, mag jij lekker nog zitten. Ik vond het gewoon weer een mooi bruggetje. Ja. Je wordt er steeds beter in. Toen je begon was je echt kut, maar nu, weet je, begint het gewoon volgens Kimo wel te komen. Nee, Kijk, als je nou nog deze zegt in plaats van dit, dan zijn de YouTube commenters ook weer blij. Het is Aholo een 6. Je moet beginnen met Gigoslav, anders krijgen we ruzie. Ja? Is dat zo? Ja. Gigoslav krijgt van jou dan? Dan krijg hij van mij een 6,5. Ik vond hem wel beter. Ik hou echt van die stijl, weet je. Het is, ik vond het jammer dat het inzakte en ik hoop dat hij zich herpakt en die concentratie heeft of geïnspireerd raakt of whatever the fuck het was. Maar een 6,5 voor Gigoslav en een 6 voor Aron. Oké, duidelijk. Tim, jouw cijfers voor deze battle? Ik had een 5 voor Gigoslav en een 5,5 voor Aron. Oké, Aron net iets hoger. Dus. Oké, excellent. Hetzelfde als Tim, man. Oké. 5 Jugoslav en 5,5 Aholo. Oké. Van jouw cijfers voor deze battle? Ik voor Jugoslav ook een 5 en voor Aholo een 5,4, want ik vind het net geen voldoende waard. Ook vooral, ik heb zijn auditie gezien en ik vond dat gewoon toffer dan wat hij vandaag heeft gespeeld. Ja, dus meer om eruit te halen wat erin zit, vond ik het net niet te voldoende. Dus net onvoldoende. Ja. Oké, duidelijk. Nou, ik ga even dit voor jou berekenen. Ik ben zo terug met de gemiddelde cijfers.
En ondertussen ben ik weer terug met de gemiddelde cijfers. En Tim en Kimo hebben een discussie over wie zijn middelbare schooltijd lang geleden was. Ja, Kimo heeft VWO gedaan. Ja, hoe gaat dat? Ik heb de eindcijfers voor jullie. Aholo is namelijk geëindigd op een 5.6. Jugoslav is geëindigd op een 5.3. Deze juryleden waren natuurlijk niet de enige mensen. Ook jullie konden cijfers geven. Op punchoutbattles.nl zie je wat dat is geworden en wie er uiteindelijk heeft gewonnen. Ik wil mijn juryleden bedanken. Super melige Tim Beumers. Naast hem zit gastjurylid Fo. En aan deze kant Kimo en Excellent. Mijn naam is Demo. Ik zie jullie bij de volgende The Judgment. Als je abonneert op ons YouTube kanaal.